Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Autoservice van den Elzen, Cafézaal de Stapperij, Hobijgroep, ABC Auto's, Restaurant Paradijs, Bodystyle, Brasserie de Baron, Brasserie het Zusje, Business Club Udi, Otter Westerlaken en Autoschadeverstegen Volkel. Skyline Sport. Met vandaag de derby Udi 19 tegen Blauwgeel 38. Een derby waarin het kansen zou regenen en de spanning hoog zou oplopen. De zon en een prachtige derby voor de boeg. Dat is voor 1500 toeschouwers reden om zaterdagavond naar Sportpark Parkzicht te komen. Skyline Sport blikt vooruit met twee spelers. Jeroen Jansen van Blauwgeel en Johan Vissers van Udi 19. Ze krijgen dezelfde vragen en dollen wat met elkaar. Vraag 1. De verwachtingen. Ik hoop dat het een leuke en een spannende wedstrijd wordt. Het is een wedstrijd op zich. Dus Blauwgeel-Udi is toch mooi. Of Udi Blauwgeel, sorry. Een leuke derby volgens mij. Dus gezien de standenlijst maakt niet zo heel veel uit. En ik denk dat beide teams er volop gaan klappen. Het wordt een wedstrijd van 90 minuten. Het is heerlijk weer. Het zal een zware wedstrijd worden. Het is de eerste wedstrijd die het echt met zo'n lekkere zon wordt gespeeld. Ik verwacht een open wedstrijd met veel kansen. Dat verwacht ik eigenlijk vanavond. Als ik oog in oog kom met Johan Vissers, dan? Dan weet ik waar hij gaat schieten en dan hou ik hem tegen. Als ik oog in oog kom met Jeroen Jansen, dan? Denk niet na, schiet ik hem hard in de linker onderhoek. 1-0. De sterke punten van Udi. De aanval. Met name ook Strijdbos. Erg vaak linkerbeen heb ik van een collega vernomen. Ik denk dat voornamelijk de aanval en het collectief, het samen druk zetten en proberen de bal te veroveren en te scoren. Ervaring, ze hebben wel behoorlijk wat ervaren jongens in het elftal. En ze spelen ook al een aantal jaren met elkaar samen, dus ze hebben hier al in het verleden wat goede resultaten gehaald. Dus ja, dat baart me een beetje zorgen, maar ik ga vanuit van onze eigen kwaliteit. Dus ik hoop dat wij vanavond beter zijn. En liggen de zwakke punten? En liggen die? Weinig? Weinig? Nee, zoveel weet ik niet over jullie. Zoveel weet ik nog niet over jullie. Ik weet het niet, we hebben geen zwakke punten. Nee, die hebben ze wel hoor, die hebben ze wel. Ja, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Ik heb ze eigenlijk dit seizoen niet echt via Skyline een paar keer gezien. Ik heb eigenlijk ook niet echt. Wat zijn de zwakke punten? Dat is een moeilijke vraag. Ik hoop de achterhoede. De einduitslag voor vanavond wordt 0-3. Ik denk 2-1 voor ons. Oh. En dit is de basiself van Udi 19. Achterin is het puzzelen voor trainer Chris van den Dungen. Onder nummer 20 staat Tom van der Molen, normaal centrale verdediger op de linksbackpositie. De drie middenvelders en de drie aanvallers zijn in Ude als normaal. Blauwgeel heeft spelers die terugkeren van een blessure. Een viermans verdediging. En onder nummer 10 keert op het middenveld bij Blauwgeel Mounir Biadat terug. Voorin de grootste verrassing. Middenvelder Mehmet Dingil speelt centraal voorin. Bij derbies moet je gretig voetballen. Dat is een soort van gouden voetbalwet. En zowel Udi 19 als Blauwgeel hebben zaterdagavond die boodschap begrepen. Want beide ploegen beginnen gretig. Hier Tom Jacobs die uittrapt namens Udi 19. Maar Blauwgeel neemt over. Eveneens hier. Probeert de combi met Enis Genk. Verliest de bal dan Genk. Van Zuidam. Vissers. Geeft mee aan Strijbos. Strijbos die goed voetbalde de eerste helft. Jeroen Jansen schat de bal dan zomaar verkeerd in. De doelman van Blauwgeel rekent niet op de stuit die erin zit. Grabbelt. En dan staat Udi vrij snel na de aftrap op een voorsprong. Wat een domper voor Blauwgeel dat de punten zo hard nodig heeft gezien de ranglijst. Blauwgeel strijdt nog tegen degradatie. En dat komt dan in de derby op achterstand. Maar de Vechelaren tonen veerkracht. Hier, Mols, Mols alleen, Mols! Heeft de gelijkmaker op de schoen. Zo is de amusementswaarde in de eerste helft van deze derby goed te noemen. En als gezegd, Blauwgeel toont veerkracht.
Blauw-geel blijft aanvallen. En het zoekt het zwakke punt op van UD19. En dat is de linksbackpositie. Gensch hier. Gensch. Tom van der Molen voorbij. Gensch. Gensch. Kijken wie er centraal staat. Helemaal niemand. Daar wijst Gensch ook naar. Dus moest hij wel zelf. Maar een korte hoek. Goed afgedekt door doelman Tom Jacobs. Gensch weer. En een paas. Mols op snelheid. Mols de man voorbij. Voorgeven. Van der Zanden voor open goal. En zo is het blauw-geel dat nadrukkelijk solliciteert naar de gelijkmaker. We zitten nog altijd in de eerste helft hier. Van der Zanden, Dingiel. Schieten. Slapschot. Udidan wellicht in de counter. Vissers. Verliest de bal. Blauw-geel weer. En weer balverlies. Udidan maar in de aanval. Wonders. Kijkt. Strijbos misschien. Michiel van Zuidam loopt door. Treft eveneens. Maar ook dan weer balverlies. Strijbos, die heel sterk was in de eerste helft. Strijbos voorgeven. En dan hoeft Mark Koot eigenlijk zijn hoofd er alleen maar tegenaan te zetten. Maar dat doet hij niet. Dus nog altijd die 1-0 voorsprong voor UD19. En blauw-geel dat drukt. Gensch hier. Kan die de bal kwijt. Steekpaasje. Van der Zanden wordt ver naar buiten gedrongen. Maar daar dan nog. En is Gensch die haalt aan. En daar is de terechte gelijkmaker. In deze wedstrijd. Komt op naam van Enis Gensch. Van der Zanden die goed aflegt. En Gensch haalt aan. Gezien het spelbeeld een absoluut terechte stand. En we hebben dan nog maar een half uurtje gespeeld. Dat belooft dus nog wat voor de 1500 supporters deze zaterdagavond. Udi dan weer. Geen overtreding, zegt de scheidsrechter. Lange paas. En dan wordt Alexander Mols hier teruggevlacht tot woede van de blauw-geel supporters. In beeld is het niet goed te zien. Maar het is twijfelachtig. Je kunt ervoor vlaggen, je kunt hem ook door laten gaan. Nog 1-1 dus op het scorebord bij rust. En beide ploegen hebben eigenlijk niets aan een gelijkspel. Udi wil nog kans maken voor de derde periodetitel. En blauw-geel in degradatienood. Chris van den Dungen verlost linksback Tom van der Molen uit zijn lijden en laat Dick Smits invallen. Hier een kans voor Udi. Waar Udenaren wel erg slordig mee omgaan. Maar Dick Smits dus op het middenveld. Hier met nummer 16. Bart van der Wijs centrale verdediger geworden. En Giovanni Henskens nu op de backpositie bij Udi. Maar nog altijd dus op zoek naar die treffer. Beide ploegen. Als gezegd, beiden hebben wat aan 3 punten. Udi dan hier. Jeroen Jansen, ver uit zijn goal. Ver uit zijn goal, dan is er wellicht wat te halen hier. Er staat nog een blauw-geel verdediger op de lijn. Amusementswaarde nam iets af in de tweede helft. Dit Roy van Lokven namens blauw-geel die warm loopt. Blauw-geel wil wat forceren. Ondertussen gaat Udi verder met aanvallen. Lange bal. In eerste instantie weggehaald. Maar de tweede bal, de afvallende bal, is ook voor Udi. Hier dan Koot. Vissers staat heel erg vrij. Vissers over Jeroen Jansen heen. En daar is de 2-1 voor Udi 19. En zie de blijdschap bij Jeroen Vissers. Die staat wel heel erg vrij. En kopt hem dan erg mooi in. Doelman Jansen kansloos. Verdedigingsfout achterin bij blauw-geel. Vissers profiteert optimaal. Uiteraard naar de bultside van Udi 19. Waar de trouwe supporters staan. En een Udenaar die scoort in de derby tegen blauw-geel. Ja, dat is altijd lekker. Ben Mira van het veld af. Van Lokven komt erin. Van Lokven komt terug van een blessure. Maar is erg gretig. Voelt als regionale speler goed het belang van deze derby aan. Biadat. Hier Van Lokven. Geeft een goede paas. Hij loopt dan zelf ook goed door. Mols. Mols kijkt waar Van Lokven staat. Die is vrij. Bram Wonders dekt dan slecht. Maar heeft het geluk dat Van Lokven een slap schot in de benen heeft op dat moment. Hier is hij weer met nummer 16. Mark van der Meulenhof gepasseerd. Geeft de bal voor. Iemand over de bal in. Dingiel dan. Schieten. Nee. Lang wachten. Tweede schot dan. En is Genk de paal.
En dat is de pech van Blauw-Geel en het geluk van Udi 19. Udi dat het geluk dus al had in de eerste helft dat Jans over de bal heen dook. En dan nu een schot op de paal. Zelf dan nog maar. Het lijkt een wedstrijd te worden waarin de gelukkigste gaat winnen. Kramp bij een Udi-speler. Minnebo speelt terug uit. Jansen, lange bal. Maar daar is het laatste fluitsignaal. Udi wint de derby met 2-1. Terwijl Blauw-Geel de beste kansen had. En dan is niet de vraag of trainer Van Vught teleurgesteld is, maar hoe groot die teleurstelling is. Ja, die is enorm. We hebben de punten heel hard nodig. En op het moment dat je dan zonder punten weggaat in een wedstrijd waar je, denk ik, het grootste gedeelte vond ik wel de betere ploeg waren. En we hebben de beste kansen gehad. Dan is het zuur dat je met lege handen weggaat. Blauw-Geel moest. Die moesten vandaag winnen. En wij wilden heel graag winnen. En daar zit ook wel een verschil in. Kijk, eerst zelf zag je ook dat Blauw-Geel echt flink druk op onze achterhoede zette. Waar we toch problemen hadden. En als je dan snel op 1-0 komt, dan kan er nog eens een keer iets leiden. Ja, we komen eigenlijk achter door een persoonlijke fout. Een keeperfout die een bal stuit iets op, maakt een inschattingfout. Verder is denk ik dat we voor de rust geen kansen weggegeven hebben. En zoals ik het al heb, 6 echt goede kansen gecreëerd hebben. Emiel van der Zanden aan bal, even open doel van de speler van de line-up. Die speler van de line-up haalt, dan komen we op 1-1. Ja, de ploeg met het meeste rendement heeft gewonnen vandaag. Kijkend naar de stand in de hoofdklasse B, is Udi blij en stijgen de degradatiezorgen voor Blauw-Geel. Ja, we hebben nu gaan we ook niet meer naar beneden kijken. Dat is niet meer nodig, denk ik. We gaan nu echt kijken tot hoever dat we kunnen komen. Ik ben nog nooit gedegradeerd en wil ik dit seizoen ook zeker niet doen. En dit zijn alle andere uitslagen in de hoofdklasse B. Een opvallende overwinning van Schijndel op de Valk. Maar gelukkig voor Blauw-Geel verliest zowel Papendrecht als Venray. Kijk maar naar de stand. Blauw-Geel blijft puntgelijk met Papendrecht en Juliana. En Venray, waar Blauw-Geel volgende week tegen speelt, staat binnen handbereik. Dit was Skyline Sport voor deze week. Johan Vissers kopt hier de 2-1 overwinning voor Udi 19 binnen. Maar ook bij Udi zal men hopen dat Blauw-Geel in de hoofdklasse B blijft. Want een dergelijke streekderby als zaterdagavond is te mooi om te missen. Volgende week zijn we er weer, dan met een belangrijke wedstrijd van Blauw-Geel tegen Venray. Skyline Sport. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Autoservice van den Elzen, Cafézaal de Stapperij, Hobijgroep, ABC Auto's, Restaurant Paradijs, Polystyle, Brasserie de Baron, Brasserie het Zusje, Business Club Udi, Otter Westerlaken en Autoschade Verstegen Volkel.